Mag ik zo mijn post-it pakket opschrijven? Het is echt, vind ik, heel lekker vol. Ik vind ze echt geweldig, maar het staat echt niet. Ah, gewoon een aanrader. En dat ik het niet mooi vind. Ik ga op zoek naar een kleed, een salontafel en een bureaustoel. Het is wel heel donker. Het lijkt me echt heerlijk, dus ik ben benieuwd. Je ziet nu dus echt dat ik ben afgevallen. En ik weet nog niet zo goed wat ik hem moet geven, maar ik heb mijn autosleutel kwijt. Dus ik heb nu een Uber besteld. Oh, het voelt zo raar om een kat te aaien. Bobby! Oh. Ik vind hem wel echt heel mooi. Hij was €140. Ik laat het jullie zo wel zien. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb gewoon niet geslapen. Misschien 3 uurtjes. Zo irritant, terwijl ik gewoon op tijd naar bed ging. En ik had geen brood, dus ik dacht ik ga even snel om 1 voor 8 langs de buurtsupermarkt. Dan ben ik nog wel op tijd, maar hij had nog geen brood. Dus dat is ook balen. Maar ik heb wel lekker deze fruitsalade. Ik ga dus snel mijn bord klaarmaken. Ik heb echt zin in de week. Ik voel me ook echt goed, maar ik slaap tekort. Vanavond lekker vroeg naar bed. We hebben trouwens echt een superleuke thematijd nu. Thematijd is dus dat we 6 rondes hebben binnen een thema. En dat is eigenlijk ontstaan om de overgang van de kleuters naar groep 3 en ook door naar groep 4 minder groot te maken. Als in spel en zo. We hebben nu echt heel leuk thema verre landen. Ik weet niet wat ik al had laten zien. Maar ze hebben nu allemaal per groep 1 land ook gekregen. En de opdracht om thuis informatie te verzamelen. En als ze die dus hebben, mogen ze bij mij een post-it pakken en het opschrijven. Dus hier hebben we Egypte en Ethiopië. En dan hebben we hier nog Engeland en Amerika. En Amerika heeft nu echt al heel veel hangen. We hebben dus echt superleuk een jongen in de klas die de kinderen een Chinees lesje geeft. Een jongen die dus Chinees is. Een brief schrijven naar een kind uit Kenia, waar ze een filmpje over hebben gekeken. En daar hebben ze allemaal opdrachten wat ze moeten doen. Dit soort gebouwen nabouwen. Dus dat vinden ze heel erg leuk met blokken en knecks en zo. Hier Chinese tekens. Dat is hier, die naschrijven. Dan gewoon iets wat ze normaal op de tablet doen. Ook in thematijd, automatiseren. En dit is echt heel leuk. Hier heb ik een boekje gemaakt, best wel een groot boekje. En dan mag je je eigen land bedenken. En het is dus een nepland, maar het moet wel realistisch zijn. Ik ga het boekje misschien nog even zo laten zien. Dat is echt, vind ik echt heel leuk voor mezelf. En ik had een beetje samen met de kinderen gemaakt. Ik vroeg wat ze erin wilden. Nou, de vlag van je land en hoe je land heet. In welk werelddeel het ligt. En dan waar het precies ligt. Weet je, de een die kiest gewoon een land dat al bestaat. En de ander die zet nog ergens ernaast en iets. Nou, hier kun je even kijken. Dit is allemaal... Dit is echt heel veel. Daar kunnen ze ook langer aan werken. Dus die blijft ook wel meerdere rondes op het themabord staan. Echt leuk, want kinderen kwamen met, ja, zijn er bergen of weet je wel. En dan kan je hier nog je inwoners zetten. Hoe zien ze eruit? Aan het eind van het thema kunnen we het misschien wel over een echt land doen. Weet je, heb je zoveel geleerd over een land? Nou, ga het eens invullen over een land dat al bestaat. Dus dat is superleuk. Zo, ik ben weer thuis. Net 6:30. Orders weggebracht. Schijningsstation was helaas dicht. Ik had trouwens vandaag deze riem. Ik heb ze ook van Comba allemaal riemen, maar die staan nog niet op de site. Want ik heb er echt geen tijd voor. Zit als mijn outfit. Oh, dit vind ik zo chill, wat ik laatst al verteld volgens mij. Mijn haar is zo vet. Dus ik ga straks lekker douchen. Eerst even koken, denk ik. En met deze knuffelen. Hi lief. Ik denk trouwens dat ik... Heb ik geen ket? Oh. Dat ik nu eventjes lekker ga douchen. Ik ben wel heel wit, zeg. Woensdag ga ik lekker naar mijn best friend toe. En dan ga ik bij haar eten. En dan gaan we ook sporten. En dan gaan we misschien naar de zonbank. Dus dat is wel fijn. Dit eet ik nu dus steeds. En ik had het vanochtend niet. Maar ik miste het echt. Dus ik heb meteen 3 pakken gehaald. En werden Lindahl's Quark. En ik ben altijd zo iemand die dan de maand elke keer hetzelfde eet. En er dan klaar mee is. Zo ben ik gewoon. Weer 2 komkommers. Ik eet echt een komkommer per dag of zo. En jonge kaas. Want dat vind ik echt zo lekker. Nog meer bologna broodjes. En ik heb nu dus voor het eerst de vegetarische Unox-soep gekocht. Dat zal ik jullie even laten weten wat ik ervan vind. Misschien hebben heel veel het al getest, maar ik nog niet. En ik ga nu dus mijn haar wassen, want ik vind dat nooit lekker. Maar ik wil het liefst nu lekker chillen of iets doen. Maar het is zo lekker dat je straks je haar al gewassen is. En omdat je dan niet met nat haar hoeft te slapen. En omdat je dan niet meer hoeft te douchen, dat je al helemaal klaar bent. Dus dat is wel heel erg lekker. Dus ik ga die daar even pakken. De kleine bol. En dan ga ik lekker mijn haar wassen. En dan ga ik daarna chillings. Orders, wel weekvlog wil ik vandaag doen. Maar dan chill. Oh ja, tussen 6 en 9 komt er... Oh, dan moet ik misschien nu even snel inderdaad mijn haar wassen. Het is nu 5:30. Wordt er nieuw salontafel bezorgd. En het is dus weer glas. Pff, ik ben zo raar. Ik neem een nieuwe omdat ik geen glas wil. Maar het is veel kleiner. Het mag ook wat door. Ik moest hem gewoon zien. Oké, Bol, wij gaan douchen. Ja? Spider? Spider-Man?
Zo, echt heerlijk vind ik dit. Het is nu 6:30. Ik heb lekker heel chill gedoucht. Ik had vanochtend dus mijn boiler aangeklikt dat hij was opgeladen. Ik had vanochtend mijn dekbed overtrek gewassen. Dat ik echt dacht, oei, is dit niet een beetje azo? Maar ik hoor nooit de wasmachine van de buren, dus ik denk dat het niet uitmaakt. Want als ik kan het alleen maar in het weekend wassen, want als ik het nu was, is het niet droog. Dus die had ik uitgehangen. En een dunner dekbed had ik er weer even dingen, de inhoud erin gedaan. Dus een beetje opgemaakt, een beetje opgeruimd. En nu heb ik mijn schoenen. Ik had een klein schoenen in de wasmachine zitten. Met het badkamermatje van de badkamer en zo. Dus echt super chill. Lekker dingetjes. En nu is het 6:30 ben ik gewoon al klaar. We kunnen maar straks met tanden te poetsen. Dus echt, vind ik heel lekker gevoel. Lee is echt in de war. Ik ook. Want de wasmachine klinkt precies als Bolly die piept. Je hoort echt. Ik weet niet. Dat zijn waarschijnlijk mijn schoenen. Ik ben echt zo raar. Ik heb dus hier twee scrunchies. En hier een scrunchie om mijn arm. Ik dacht dus boven. Ik moet wel een scrunchie van boven naar beneden meenemen. Wauw, mooi. Want anders zit ik met nat haar zonder scrunchie. Dus ik heb dat dus blijkbaar 3 keer gedacht. Super slim. En deze stoelen staan nog steeds op tafel. Omdat ik nog steeds... Hoor je het weer? Omdat ik dus nog steeds wil stofzuigen. Maar goed. Oké. Ik vind ze echt geweldig. Maar het staat echt niet. Ik weet niet of het de kleur is. Maar het was echt een drama om het dus uit te pakken. Want het zat in 1 doos. Helemaal niet normaal goed ingepakt. Dat krijg ik nooit meer terug. Ze hadden hem dus ook in het zwart. Ik weet niet of het de kleur is die lelijk is. Het is heel raar. Je echt denkt, wat doet dit hier? Heel druk of zo. Misschien met een kleed is het leuker, maar... Het is meer een tafel voor... In een hoekje, zeg maar. Als het een hoek, zo gesloten hoek was. Maar zo vind ik het echt heel raar. Nou... Ik vond de soep een beetje tegenvallen. Ik vond hem heel flauw. En de balletjes smaakten gewoon precies zoals die vegetarische paté. Wel gewoon lekker hoor. Maar vind je normale groente soep dan lekkerder of zo? Ik ben dus dit aan het proeven. Omdat ik het een beetje trek. Vegetarische filet americain van Valais. En de structuur is echt exact hetzelfde. Hoe het eruit ziet ook. Qua smaak ook wel. Het is alleen veel minder sterk van smaak, vind ik. Maar dit is wel echt... Goed nagedaan. Ik vind het eigenlijk heel goed nagedaan. Want filet is natuurlijk ook super veel kruiden en zo. Dus als je die kruiden al nadoet. En dan die structuur is echt bizar. Maar ik mis soms echt broodje filet met ei. Heb ik met door Ruben dus leren eten. Vond ik vroeger echt heel. En het is echt heel lekker. Als ik dit met een gekookt eitje eet. Op een wit pistoletje. Nou, dan heb ik echt wel het gevoel dat ik gewoon echt een filet aan het eten ben. Ah, gewoon aanrader. Er zit dus geen soja in. Ik vind het onwijs chill de gedachte dat je geen gemalen dier eet. Want dat is iets waarom ik nooit echt vaak filet had. Ik vond die gedachte toch niet zo chill. Dit zit er dus in. Super geniaal. Een hele goede morgen. Mijn krotje zit een beetje te laag. Ik vind het zo lekker. Ik heb dus gisteren weer deze broodjes gekocht. Oh ja, dat zei ik. Wow, ik dacht dat ik er normaal uitzag. Maar ik ben echt heel moe. Ik heb zo goed... Hey, ik heb mijn camera opgeladen, maar blijkbaar niet. Jammer. Ik heb echt in 1 keer doorgeslapen. Heb ik echt nooit dus. Bijna nooit. Ik was met Lotte aan het appen vanochtend. En daardoor was ik een beetje laat. Ik ga zo even mijn broodjes maken. Dit was het bord van gisteren. Dus die ga ik ook nog eventjes veranderen. En dan kunnen we weer lekker beginnen met de dag. Ik heb een hele saaie outfit aan. Want ik was zo lekker aan het chillen. Ik was Bolly lekker aan het aaien. Lekker rustig aan het opmaken. En toen dacht ik ineens, oh, hoe laat is het eigenlijk? Dus ik ben vandaag heel saai. Maar dan moet ik ook al. Ik zei tegen Lotte, ik moet nu gaan. Maar ik moet nog sieraden. Anders vind ik het zo saai. Dus ik denk dat ik dit knotje even uit doe. Oh, ik moest mijn haar stylen. Dat was ook. Dat duurt ook altijd wel eventjes na het wassen. Nou, helemaal geweldig. Vandaag eet ik dus die 2 broodjes met 1 plakje jonge kaas. Die ligt hier. En best wel veel komkommer. Is echt heel lekker. Dat is ook wel een tip. Dan heb je ook minder kaas nodig. En deze. Ik heb verder geen fruit of iets mee. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel mee. Maar ik heb hier ook nog roggebrood staan en nog meer kaas. Misschien eet ik dan vanmiddag nog een roggebroodje met kaas. Ik denk het wel. En dat was het. Vanmiddag moet ik dus naar het scheidingsstation. Want die was dus gisteren dicht. En die salontafel heb ik trouwens ingepakt. Want het kon echt niet. Dus ik heb een andere besteld. Dus die komt weer vanavond. Dus we'll see. Zo, hallo. Mijn auto is weer lekker leeg. Nou, hij is niet helemaal leeg trouwens. Ik dacht dus dat het allemaal oud papier was. Maar er ligt, zie ik, ook nog steeds wat van de pop-up achterin. Een tas met sjaals. En nog
handschoenen en zo, waarvan ik dacht, die gaan toch niet nu verkocht worden. Die lagen blijkbaar nog onder al die dozen. Wow, ik dacht eventjes heb ik die Zalando-doos niet per ongeluk weggegooid, maar die heb ik gisteren afgeleverd. Die zomaar per ongeluk een doos weggooien. Ik dacht irritant dat die mannen stonden echt zo te controleren. Zo vervelend, terwijl ik alles heel netjes had gescheiden en zo. Maar ja, dat is hun baan. Ja. Valt trouwens mee hoe moe ik eruit zie. Mijn werkdag vandaag of niet. Meestal kijk ik het dan terug en denk ik, nee. Nou, ik weet niet. Was gezellig, was een leuke middag. Soms heb je van die middagen dat je eigenlijk heel veel aan het kletsen bent. Maar ik was even aan het kletsen over dat van mijn vader en zo. Met zijn broer gevonden en mijn neven. Was heel erg leuk. Ik weet niet hoe we erop kwamen. Nu ga ik lekker naar huis, even langs de buurtsupermarkt. Want ik wil eventjes die fruitsalade halen. Heb ik echt zin in vanmorgen. Vanavond eet ik er eerst trouwens. En het gemberschot. Nee, ik vind het heel leuk ineens om naar de buurtsupermarkt te gaan. Maar ik had mijn portemonnee dus bij Linda laten liggen. Dus ik heb nog maar 5 euro. Die fruitsalade is ongeveer 4 euro en de gemberschot is 1,25. Nou, ik heb nog wel wat muntjes. Ik ga even kijken. Daarna lekker naar huis. Het is echt super regenachtig trouwens. Echt heel slecht weer weer. Het is ook echt heel erg koud. Ik ga morgen eigenlijk mijn windjas doen. En dan ga ik daar mijn weekvlog editen. Orders maken. En relaxen. Is de dag weer voorbij. De dag gaat zo snel als je leerkracht bent. Dat is niet normaal. Ik heb natuurlijk het gedeelte totdat de kinderen weggaan. Nou, dat gaat heel snel. En dat gedeelte daarna is ook maar 2,5, 3 uurtjes. Zeg maar zo'n korte dag of zo. Wel lekker. Het gaat gewoon heel snel omdat je gewoon continu bezig bent. Dat je een kantoorbaan is zo anders dan dit. Maar goed. Wou ik verder nog iets zeggen? Ja, vanavond komt dus mijn andere salontafel. Dus ik moet die ene nog even goed inpakken. En dan laat ik jullie zo nog wel even zien. Hoe die nieuwe salontafel is. En die kleedjes komen dus ook. Die ik eigenlijk had besteld voor bij die gouden salontafel. Oh, het is rood. Oké, ik zie jullie later. Yes. Eindelijk hadden ze de gemberschotjes weer. Ik heb nu niet heel erg het gevoel dat ik het nodig heb. Maar ik ga het wel nemen. Oh, ik ben gember vergeten te kopen. Auw, ik heb hier dus een vond. En mijn gember is op. Ik had nog 1,50 over. Dus ik had nog gember kunnen kopen. Maar ik ben het vergeten. Nou ja. Echt heftig. Ja, ik hou er dus echt van. Heel grappig, ik ging in de klas een paar kinderen gember laten proeven. En ze gingen helemaal stoer doen van, oh pittig, ik kan het aan. Dat is heel grappig. Toen dacht ik, voor het thema verre landen zou het wel leuk zijn als ik eens een keer wat van dat soort rare specerijdingen meeneem of zo of wat dan ook. Oh, als jullie iets leuks weten het trouwens. Let me know. Ik zat echt te denken, wat is er nou dan echt heel bijzonder wat ze nooit geproefd hebben misschien. Maar zo lastig. Ik zou dus gewoon nooit sfeerbeelden kunnen maken. Lin zei, maak een sfeerbeelden dat je de vaatwas erin ruimt. Of zoiets. Ik zou niet weten hoe. Zo. Ik wil ook die kleine zoon erop. Die vind ik juist zo schattig. Nou, dit is wel echt een topbeeld. Leuk. Goed. Goed beeld wel, Bolly. Kwaliteitsvlog. Ja, vind je leuk, hè? Ja. Ja, kwaliteitsvlog. Oh, wil je in het glas? Oké. Kom dan. Bolletje. Bolletjes, baby. Hey. Oké. Wat je zei. Ik heb koffie gezet, wat ik nooit eigenlijk doe na mijn werk, maar ik had er zin in. Ja, lekker. Waar ben je dan? Oeh. Alrighty. What you gotta do? 24 Ew, ik haat als er water in zit. 24 karat magic in the air. Put your hand in on air. What you gonna do? Bully, 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 baby. Oh, kind of bully, baby. Kom, Bola, douche. Kom. Vader stond over het maal. Kom! Baby! Oh ja, en één, twee,
editen. Want het is alweer bijna een week geleden. Maar ik denk het wel. Meestal hebben ze wel een beetje gelijk. Nou, dishwasher is ingeruimd. Koffie. Hi, zoon. Zal ik even de huidige status laten zien van mijn huis? De stoelen staan nog steeds op tafel. Ik moet nog steeds stofzuigen. En de salontafel staat daar. Want die gaat als het goed is weg. Nou, 8:30. Echt laat dat het steeds bezorgd wordt. Kleed veel te klein. Qua breedte goed, maar qua dingen is veel te smal, zeg maar. En ik vind de tafels erg zwart. Ik vind het echt heel zwart. En dat ik het niet mooi vind. Ik moest ze er zelf in elkaar zetten, dus het is echt een drama. Om weer terug te zien in deze doos. Maar ik vind het echt heel donker. Jeetje, wat irritant zeg. Kijk, dit is allemaal heel cute. En dan... Ik vind het echt veel te zwart. Gewoon echt veel te zwart. Het wordt trouwens ook heel snel vies. Je ziet elk vlekje erop. Kijk, als je het zo ziet, dan zou het wat minder heftig zijn. Stel je zou een doorzichtig met glastafel hebben. Kan je dit nu zien? Vind ik ook niet mooi. Ah. Oh. Wat irritant zeg. Heel irritant dit allemaal. Ik weet het niet. Ik laat het water nu expres ook hier vallen. Ik weet niet of hij het door heeft. Ja, nu wel. Het is extra effect, Bol. Special effect. Zijn pootjes zijn helemaal nat. Hi, monster. Lekker. Ik denk dat ik dit echt op mijn 80ste leuk vind. Hij wordt helemaal nat van onder Bonnie. Je wordt te nat, vriend. Vriend. Volleybal. Je moet zo slapen en dan ben je zo nat. Bo. Hij vindt dit toch veel leuker dan alleen water. Hé. Hey. Hola, macho. Je moet er zo stoppen, anders ben je echt te nat. Je moet zo naar bed. En dan ik je niet meer knuffelen en droog maken. Gaan we weer? Spring aan. Wat doe je? Is het te nat? Nog een keer? Nog een keer, Polybol? Sorry, ik praat toch als een idioot, maar... Nog een keer of niet? Oh, liefie! Ja, anders word je te nat. Hi! Hallo jongens, ik heb vandaag nog niks gefilmd. Ik ben nu dus even met mijn vriendin bij de IKEA. ik had trouwens vandaag weer voor het eerst sinds heel lang een spijkerbroek aan. Maar mijn batterij is leeg, dus ik neem hem niet mee. Maar we gaan op zoek naar een kleed, een salontafel en een bureaustoel. En daarna gaan we samen eten. Doei. Nu kort voor 11, we zijn naar Zonnebank net geweest. Daarom zie ik er nu zo raar uit. Het was zo leuk, we hebben zoveel lol gehad. Nu ga ik dit doen. Mijn batterij is nog steeds, elk moment kan niet leeg gaan. Mijn oplader doet het dus niet. Dit heb ik allemaal getild. Dat ga ik nu naar binnen tillen. Ik ga even kijken of het kleed staat en zo. Dit ging echt stuk om hoe ik eruit zie naar de Zonnebank. Dat is niet normaal. Het was zo gezellig. We hadden echt niet verwacht dat we tot zo laat door zouden gaan. Ik bedoel, ik heb vandaag al gewerkt. Ik zou morgen gaan werken. Maar het was echt geweldig leuk. Heel leuk. Het voelt nu alsof dit mijn vrijdag was. En nu heb ik morgen nog vrijdag. Dat is echt wel heel chill. Oké, jongens, dit is het. Ik vind de salontafel wel leuk. Ik hou toch echt meer van wit. Ik vraag me af of het kleed een toevoeging is. Het is nu echt een zooi, maar het is wel heel donker. Ik weet niet of ik het echt leuk vind. En het zit weer onder de bank. Ik vind het zelf eigenlijk leuker als het, ja, als er daar zeg maar een randje huid vloer over is. Dus het kan wel. Maar voegt dit echt wat toe? Zo'n donker kleed? Ik denk het niet eigenlijk. Ja, zonder kleed. Het is minder sfeervol, maar ik vind het toch mooier. Ook dit kleed ga ik weer oprollen, jongens. Oh, heb ik nou net het folie weggegooid per ongeluk. Dom. Drama, terugbrengen naar de IKEA. Oké, jongens, ik ga slapen. Ik ben trouwens echt blij dat het beter gaat. Want ik heb best wel gewoon weer een beetje kort geslapen en uit geweest. Gewoon druk, leuke dingen. En het gaat prima met me.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dus... Kennen jullie dat? Dat je niks hebt. En van de een op de andere minuut heb je ineens een vuurbal in je keel met keelpijn. Dat heb ik nu dus. Dus ik ben wel bang dat ik misschien ziek geworden omdat het heel erg heerst. Maar dat staat helemaal los van mijn vermoeidheid van hiervoor. Dus ik ben blij dat dat echt een beetje beter gaat. Heel blij. Ik hoop dat het gewoon zo blijft. Ik doe het ook iets rustiger met mijn webshop nu. Dus dat scheelt gewoon wel. En morgen heb ik heel veel zin om weer aan mijn webshop te werken. Dus ik weet niet of ik het nou liet zien. Maar dit is het nu. Ja. Al dat gedoe. Het enige verschil is een nieuwe salontafel. Maar goed. Ja, liefje. Jij gaat nu lekker slapen. Ik heb net lekker in de kooi gedaan. Doekje erover. Bolletjes, baby. Goedemorgen, lieve mensen. Het gaat dus echt beter met mij, maar nu ben ik dus een beetje ziek geworden. Ik heb heel erg verkoudheid. Maar dat vind ik niet erg, het is balen. Het is echt wel snot en zo, maar beter dan wat ik eerst had. Dus het gaat echt de goede kant op verder. Ik heb hier dus een hele emmer met schoonmaakspullen. Want hopelijk, als het echt doorgaat, je weet maar nooit, komt er straks een huishoudelijke hulp bij mij. Dat wil ik gewoon heel erg graag, omdat ik zo druk ben. Dat lijkt me echt heerlijk, dus ik ben benieuwd. Dus het komt over 3 kwartier. Ik ga even die bureaustoel nieuw in elkaar zetten. Even douchen, aankleden en... Ik heb dus nog eens geen oplader, dus hij kan ook met uitvallen. Ik baal er echt van. Ik snap niet waar die is, de ene die het wel doet. Nou, weer een huishoudelijke hulpje niet komt opdagen. Het is nu al een half uur te laat. Het is er nog steeds recess, laat niks meer van zich horen. Het is gewoon voor mij onmogelijk om iemand te vinden. Ik begrijp het niet. Ik baal echt, morgen komt Lot en ik wil gewoon dat het lekker schoon is. Oh nee, ze heeft mijn nummer, dit is het, kan zij niet zijn. Irritant zeg. Echt niet leuk. Jongens. Jongens, kijk hoe leuk. Je ziet nu dus echt dat ik ben afgevallen. Boven zag je beter op mijn Insta-story, spiegel. Ik ben nu dus 3,5 kilo kwijt. Ja, ik film dus nooit. Mijn hoofd is nu een beetje dik, maar het komt door dat ik nu niet zo lekker ben. Laat ze net een Insta-story in de spiegel boven zie je het natuurlijk beter. Maar daar zie je het echt aan me. En gisteren hoorde ik al van, ja, ik zie het aan je benen. En op mijn werk zei iemand het al. Superleuk. Er is nu dus 3,5 kilo af. Je ziet nu ook hier iets meer een bot, weet je wel. En... Ja, ik ben er zo blij. Ik ben er echt heel blij mee. Het is nu 2 uur. Ik heb orders gemaakt. Ik ga nu die wegbrengen. Hallo. En dan groothandel. En ik had mijn oplader trouwens gevonden. Dus neem ik hem allemaal mee. Ik voel me dus niet lekker. Ik voel me echt ziek. Maar ik ga wel omdat ik me er zo op verheugd heb. Hier staan mijn mooie schoonmaakspullen. Schoonmaker laat niks meer van zichzelf horen. Ik ga even koffer pakken. Orders mee. Ik weet, ga ik niet vandaag terugbrengen. Daar heb ik geen zin in. Dus, en dan gaan we weer. Jongens, het is zo fijn om je lekker in je vel te voelen. Want ik merk zelfs, kijk, stel je bent ziek, hè, je zit ook al niet lekker in je vel. Dan is alles een beetje moe. Maar nu ben ik, voel me dus echt niet lekker. Ga rechtsaf naar Rijksweg. Ik voel me dus echt niet lekker. Maar ik voel me wel lekker in mijn lichaam nu, omdat je kilo's kwijt bent. Dus daar ben ik gewoon echt heel blij mee. En ik heb gewoon, ik vind het zo zonde als je dan zo verheugt om inkopen te gaan doen. En je voelt je ziek, dat je dan denkt, oké, ik ga niet. Dat vind ik zo zonde, ik heb me er zo verheugd. Ik heb net mijn orders weggebracht en ik heb weer even deze gehaald. Ik zei dus tegen, vet grappig, ik zei dus en op mijn werk, zei ik, als je gemmer neemt, word je nooit meer ziek. En ik zei tegen de jongen in de supermarkt, ja, als ik dit neem, word ik nooit meer ziek. Ik zeg, ik ben er weer, maar ik ben wel verkouden geworden, ondanks het drankje. Ik zeg, maar ik kom het toch maar weer halen, het brandt lekker in mijn keel. Dus die ga ik zo drinken. Ja, ik geloof gewoon wel in kracht van gember. En ik ben niet heel ziek, weet je. Ik ben gewoon echt irritant verkouden. Ga rechtsaf naar Rijksweg. Dat je echt je hele hoofd vol snot zit, dat is gewoon irritant. Maar ik heb liever dit dan wat ik dus laatst had. Trouwens wel echt heel weinig met dit op. Maar je ziet echt dat ik moe ben. Maar kijk, dat boeit me nu dan dus niet, omdat ik dus nu lekker in mijn vel zit. Ik ben echt blij. Oké, doei. Oh ja, trouwens jongens, Rup is dus morgen jarig. En we vinden het allebei wel lastig. Hij is wel ook wel, weet je, eerste verjaardag zonder jou in 6 jaar. Ik vind het ook wel lastig. Dus echt denk van, ik wil hem graag iets geven. Sturen, maar ik vind een kaartje sturen ook wel weer gek. Want ja, wat zet je er dan op, weet je? We hebben uit elkaar. En ik weet nog niet zo goed wat ik hem moet geven, maar ik vind het ook heel raar om niks te doen. Goedemorgen jongens, dit is echt een dramatische ochtend. Ik was voor het eerst een keer op tijd, echt vroeg. Ben ik mijn autosleutel kwijt, dus ik heb nu een Uber besteld, want de bus gaat over voor een half uur pas. En mijn camera ligt trouwens ook in de auto, dus daarom film ik met deze, maar... Rolly zat er nu ook niks van. Hij komt over 9 minuten duur. Ik ben mijn sleutel gewoon kwijt. Ik weet het niet. Wat een drama. En ik moet vanmiddag Lot ophalen. Hi. In ieder geval. Ik ga nu de sleutel ophalen in Rubens brievenbus. En dan weer een Uber nemen. En Lot oppikken dus. Ik heb nog een kwartiertje voor Lot er is. Dus ik ging eventjes naar boven om de katten te zien. Hey, Poppy en Noah. Oh, en Noah is echt heel moeilijk met mensen. Maar ik ken hem echt meteen.
Hi, grote rode poes. Oh, jongens, jullie zijn zo groot en lief. Hey, Bobby Bol. Niet Bolly, maar Bobby. Kom lekker liggen. Kom lekker liggen. Hi, lieverd. Oh. Hi, liefje. Oh, schatjes. Ja, lekker likken. Jongens. Hi, nou en Neo. Wow, het voelt zo raar om een kat te aaien. Oh, schatjes. Even naar Lotte sturen dat ik hier binnen ben. Ik ging even reserve autosleutel ophalen. En nu zie ik even mijn kittens. Dit is zo grappig. Lotte heeft net Ruben voor het eerst ontmoet op station Duivendrecht. Ruben komt van stage. En Lotte komt naar mij. Dus Lotte en mij. Ik zeg, ga er naartoe. Ze hebben elkaar nu gesproken. Superleuk. Ze hadden elkaar dus, net toen het uitging, werd ik met vrienden met Lotte. Ze hadden elkaar nooit ontmoet, terwijl ze elkaar wel allebei aardig leek, zeg maar. Hé, hey, de meneer heeft al een cadeau gekregen. Eigenlijk ook slingers even voor me ophangen. Liggen hier nog slingers? Er liggen hier nog slingers. Ik ga ze snel ophangen, ja. Ik mocht trouwens in zijn huis, hoor. Ik weet niet waar ze slingers moet hangen. Bobby! Oh ja, je bent natuurlijk een kat. Nee, niet doen. Dat is netjes hier eigenlijk. Ja, heb ik niet. Of zolder dumpen. Oké, jongens. Oh, ik doe echt te druk. Ik ben overgeschakeld naar mijn andere camera. Wat betekent dat ik mijn sleutel heb gevonden. Yay! Oh ja, daarom had je natuurlijk die oude. Ja. Ik snap het nu pas. Ik heb nu jouw autosleutel. Ja. Zal ik afbreken, deze door de helft breken? Nee, ja, dat vind ik echt hoor. Ik ook hoor. Dat vind ik zelfs met Joey vies. Dat, ja, ik vind het ook altijd heel vies. Ja, anders er dan echt stukjes van je tand en zo. Ja, ik vind het echt goor. Eww, het is zacht. Maar hij lacht dus inderdaad, ik weet niet of ik dat had gezegd, in een sieraad als je van de groothandel. Ja, ik wil deze. Ik ben zo klutsch. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ook, het lijkt wel lekker. Ja. Maar wat is dat spul wat erin zit dan? Eiwitten. Oh, hij is wel een beetje droog deze. Ik hou van droog. Oh, ik ook. Ik hou echt van droog. Een beetje korrelig. Is dit heel goed? Nee, maar het is, niet, het is maar 150 calorieën voor die hele ding. Dat dus het is gewoon een vullend tussendoortje zonder dat het veel calorieën kost. Ja, maar mij vult het dus eigenlijk niet. Het vult mij ongeveer een uur. Het is een soort noodoplossing bij mij, maar Lin vult het dus wel. Het is zeg maar zoals sultana of zo. Ja. Maar dan beter. Ja, eiwitten. Waarom mag ik niet in beeld? Oh, mijn hoofd is heel raar. Nee. Wel. Maar wij gaan de boodschappen doen. Nee, we gaan eerst een gemmershot halen, toch? Oh, dat is hier. Ik heb geen zin meer. Wil jij het even halen? Dan moet ik weer mijn gordel afdoen. Maar ik hoef het niet. Oh, ik hoef ook niet. Oké, doei jongens. Hij heeft wel een rare nasmaak. Ja. Zoetstofferig. Ja. Wow, hij is nu aan. We hebben allemaal boodschapjes gehaald. Heel veel, hè, Lot? Ja, echt. Te veel eigenlijk. Heel veel. Maar zo lekker jij dat ook hoor. Ja, we gaan echt helemaal los. Normaal zijn we altijd heel bewust. Oh, doe maar een slokje uit. Nou word ik ziek, nou kan ik. Een heel klein slokje, zou het erg zijn? Nou ja, het maakt mij niet uit. Ja, maar ja. Dat was even vergeten. Nou ja, ik moet echt niet ziek worden. Maar in ieder geval, we hebben dus echt heel veel lekkere dingen gehaald. We hebben chips, we hebben pannenkoeken, we hebben... carrot cake, we hebben ei, sticks, popcorn. Maar wat hebben we nog meer? Oh ja, mozzarella. Oh, we hebben geen toontjes. Halen bij de buurt super. Oh ja, ja. En we gaan nu ook nog naar de buurt super, want daar moeten we nog een gembershotje halen. Alsof dat nu nog verschil maakt. Oké, doei. Oh. Dit wordt de thumbnail. Hallo, die mevrouw kijkt boos dat we hier staan, maar het mag. Dat moet zij weten. Lot gaat dus eventjes kijken. Dit is dus... Ik was helemaal tegen collega's aan het opscheppen van... Jongens, ik drink nu elke dag gembershot. En ik eet elke dag gember en ik word nooit meer ziek 2 dagen later. Dat is ook echt zo slecht. Daarom durfde ik het ook niet vandaag te zeggen dat ik niet lekker was. Nee, snap ik. Het was echt letterlijk 2 dagen geleden. Dit haal ik dus bij de Spar bij mijn buurtsupermarkt. Ja, en ik hou dus niet van gember, maar...
Ik trok hem de eerste keer helemaal en mijn reactie was echt keihard hoesten. Wat ga je nu dan doen? Nou, ik neem hem nu in nipjes, maar wil je hem alsjeblieft in één keer doen? Ja, maar straks ga ik dood. Doe het alsjeblieft in ieder geval de helft in één ja, keer. Ja, dat is dus goed. Oké, okay. Maar ik drink het wel heel vaak, dus voor mij is het niet bijzonder. Hoe gaat dit open dan, joh? Straks ga ik gorgelen, want dan gaat het lekker in mijn keel branden. Misschien is het daardoor wel slecht geworden. Hoezo krijg ik dit niet? Hoeft niet, laat het er gewoon aan. Ja, dat drinkt toch irritant? Ja, dat kan. Oké. Okay. Nou, ja, maar ik had hem in één keer gedaan. Oké, want de rest doe ik wel in één keer. Ik voel het wel branden nu, ja. Maar het duurt even totdat het... Ja, maar het is ook met appel. Binnenkomt. Of peer. Nee, appel. In jouw beeld ben ik zoveel roziger. Oh ja, ik voel het nu wel. Maar jij hebt niet de reactie die ik had. Nee, maar ik... Ik vind het zo goor als iemand gorgelt en het dan doorslikt. Dat vind ik heel goor. Maar dat deed jij net. Ja. Ik vind het wel lekker eigenlijk, want ik had, kijk, dat komt omdat er appel doorheen zit. Ik had verwacht dat het echt zo... Puur gember. Ja. Nee, dat kan echt niet. Maar weet je wat gek is? Als je dus normaal drinkt, komt het niet echt langs je keel. Want als je dus gorgelt, voel ik het pas. Oh. Langs de keel, langs de wond, zeg maar. Ik vind het echt lekker. Ja. Ik wil nog even. Nou, nu word ik nooit meer ziek. Nooit meer. Grapje. Ik moet het niet jinxen, want dan... Jinxen? Ja. Oké. Okay. Gesprek, dat wel. Maar zijn foto. Ja, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Nee. Maar ja, misschien... Oh, misschien zou ik het eens vertellen aan mijn volgers. Ik zou het nu nog niet doen. Vind ik wel een beetje vroeg. Ja, dat zei... Ik denk echt dat je daar gezeik mee krijgt. Dus ik kan het van volgende week niet delen. Ja, maar aan de andere kant, jouw vlog komt pas over 3 maanden online. Dus... Ja, maar het is al... Nu al bijna, ik ben nu al 3 maanden alleen, hè? En het in mijn hart al langer. Ja, maar voor je volgers is dit echt nog maar 3 maanden bekend. Zeg maar. Ja. Ja, maar het zou wel leuk zijn om te delen, de eerste ervaring. Ik mis dat soms wel bij mensen. Goedemorgen jongens. Lotte is aan het facetimen met Joey. Oké. Okay. Heel schattig. Zo schattig. Het bolletje zit hier, raam zit open en ik ben aan het dekken. Mag ik nog een keer volgen aan die ambiance? Weet je hoe lang geleden voor mij is dat ik al een bijtje voor iemand kon maken? Weet je hoe leuk ik dat vind? Dat kan ik nooit meer. Eigenlijk is het wel het perfecte moment trouwens om af te vallen als je geen partner hebt. Want als je een partner hebt, wil je altijd lekker voor iemand eten maken en zo. Ik neem thee, koffie en sinaasappelsap. Oh, schattig. Ik kom vanmiddag weer thuis. Oh. Zo lief. Molly. Judy. Ik ben echt wel ziek, jongens, maar ik heb gelukkig wel goed geslapen. Molly. En we wilden misschien shooten, maar het is niet echt lekker weer. We zien wel. Ja, en dan zo de waardering te zien. Hallo. Het is best gezond hoor, jongens, wat we hebben. Want normaal eet ik inderdaad ook 2 broodjes tegenwoordig. En dan met die kaas. En komkommer. En nu heb ik dan ei. Ja, het enige wat ongezonder is dat je de ei hebt gebakken. Het ja, ei. Best wel weinig olie. Ja. En dit, die vegetarische filet die ik jullie zei, dat is heel lekker. Dus kijk, het zit eronder. Dat is ook toch niet slecht? Valt wel mee, denk ik. Ja. Ik weet niet of het erop staat. Nee. Echt lekker. En Bolly die zit nu daar en is eindelijk rustig. Weet je. Wauw, we hoeven dus niet te shooten, maar ik wilde het wel eventjes, want we hadden ook nog tijd. Kijk, dit is een hele leuke, echt zo'n, hoe noemen we dit nou? Ja, gewoon wel een leuke outfit, maar niet too much. Weet je, ja, gewoon dit is casual. Dit zou je gewoon ook naar school dragen. Ja. Echt wel leuk, maar kijk het wind. Het wind. Het weer, jongens. Ja. Ik vind het wel heel leuk met deze boot. Ja. Nou, we gaan het gewoon proberen. Shooten en dat ziet er echt super leuk uit, maar de wind was zo. Ik heb dit nog nooit bijna meegemaakt. Ik zeg het net als van die zeemannen op zee: van er komt storm. Het was gewoon echt niet normaal. Je ziet het ook wel op het filmpje hiervoor. Ja. Dus we zitten hier nu zo. Want we wilden gewoon, het hoefde niet, maar dan heb je toch die ene leuke look. En dan denk ik, oh jammer, en Lot ook. We hadden er toch ook echt wel een beetje zin in of zo. Ja. Weet je? En dan werkt het gewoon. Om het op een chille manier te doen. Ja. Maar het is gewoon niet te doen, joh. Maar het gaat ook denk ik niet meer lukken. Ik denk het ook niet, nee. Echt jammer. Oh. Ik vind hem wel echt goed met andere mensen. Ik kan dat geluidje niet nadoen. Heel hard, zuig zo. Kusje. Wolly. Oh. Hij is zo stout. Ja,
in huis. Naar de echte Bolly. Ja, je hebt de echte. Je hebt een namaak. Oh. We zijn nu helemaal matties. Kom maar op mijn hoofd. Nee, op je schouder. Hopelijk vinden mensen Bolly nu wel leuk omdat jij er ook bij bent. Jij wil je mascara eten. Dat wil ik niet. Ik weet niet wat we nu moeten doen. Ik ook niet. We hebben nu echt nog 2 uur. En ja, we wilden foto's maken. Het voelt echt een soort van waste of time. Ja. Weet je wel? Dat we echt zoiets hebben van, stom. Ja. Ik heb nu echt een neiging om gewoon ergens maar te gaan zitten eten. Ja, maar ik heb geen honger. Nee, ik ook niet. Nou, we gingen dus even naar het AMC om koffie te drinken. Maar Lot, ik zei van laat even de outfit aan voor het geval dat we een foto kunnen maken. Maar kijk, het licht is hier dus echt top. Ja. Dus ik ben nu een leuke foto van haar maken. Zo grappig. Ik heb mijn camera pakken, maar Lotte wist niet dat ik ook mijn camera ging pakken. Doei. Daar gaat ze. Oh, dat is ontdekt. Ik hou... Wow, jongens, die wind. Ik had me echt warm moeten aankleden. Oh. Ik zeg tegen Lotte, ik wilde dus heel graag mijn kleed terugbrengen naar Ikea. En mijn bureaustoel onderkant omwisselen. Dus we waren halverwege. Ik zeg, Lotte, ik ben mijn kleed vergeten. Maar bij de Ikea omruilen is zoveel werk. Het duurt zo lang dat ik iets heb van, ja, ik wil niet alleen voor mijn onderkant van mijn stoel daar nu heen gaan. Als ik ook mijn kleed nog later moet brengen, weet je. Dus ik ga het denk ik niet doen. Maar het is wel balen, want die bureaustoel staat er nu. Maar die ligt op mijn bureau nu. Maar we ontdekten dus dat Lot vanaf Bijlmer of Holendrecht maar 20 minuten in de trein hoeft te zitten. In plaats van gewoon bijna 50 minuten met overstap en zo. Dus ik zeg, nou, voor mij is het maar 10 minuten langer rijden dan naar Wees. Voor dan haal ik je wel hier op Bijlmer op. Dus dat is wel een leuke ontdekking. Want dat maakt het toch weer makkelijker om af te spreken. Alleen als ik naar haar kom, heb, is dat niet zo. Want ik kan niet echt makkelijk mijn auto daar zetten of zo. Dus alleen als Lot naar mij komt. Ik ga nu nog wel heel even langs de kwanten, want dat zouden we dus gaan doen. Maar uiteindelijk zei Lot, laten we hier koffie drinken. En ik heb dus een foto kunnen maken van de outfit. Eén lookje dus maar, is wel prima. Ik ben nu 5 minuten van kwanten, ik wil toch nog even snel kijken voor een kleed. Dus als ik die dan wil terugbrengen, kan ik dat weer combineren met Ikea. Dus dat is wel prima. Ja. Nou, dan moet ik echt naar huis, want ik ben echt ziek. Ze zegt al, als ik straks weg ben, ga je helemaal instorten. Maar dat was heel leuk. We waren misschien ook samen op vakantie en ik zei van, nou, dit is echt het bewijs. Ik hou het zo makkelijk met je vol, weet je. Ik had nog dagenlang gewoon samen kunnen zijn, dus superleuk. Ze gaan nu daar weg. Ik heb een heel mooi kleed gekocht. Handgemaakt uit India, maar wel goed, zeg maar, voor de, zeg maar, hoe noem je dat? Sustainable-achtig. Ik ben heel benieuwd of dat kleed, ik ben bang dat het weer te groot is, maar ik moet nu toch weer naar de Ikea. Dat zit er zo dichtbij. Dat ik hem toch moet terugbrengen. Ik vind hem wel echt heel mooi. Hij was €140. Ik laat het jullie zo wel zien. Ik ben nu weer bij de Maxis. Eigenlijk moet ik naar huis gaan, maar ik wil nog even iets van fruit halen. En ik wil echt neusspray. Het valt mee, maar het werkt toch altijd wel goed. En toch nog iets anders voor mijn keel. En iets van vitamine of zo. Echt, ik zeg net tegen Lot, ik vind het heel leuk. Ik heb deze week dus op woensdag na mijn werk iets gedaan en op vrijdag na mijn werk. En daardoor zijn je vrije dagen zoveel langer. Normaal doe ik alles eigenlijk alleen. Oh, het is heel druk, Maxis. Normaal doe ik alles alleen op mijn vrije dagen. En dat is eigenlijk best wel zonde. Weet je wel, dan heb je alleen die vrije dag. En nu had ik ook al die uren van mijn werkdag nog erbij. En dan heb je niet alleen gewerkt, maar ook wat leuks gedaan. Oh, het is heel druk. Ik zei tegen God dat het heel druk is, ga ik niet. Mijn auto even beneden op knipper liggen zetten. Want ik dacht, als het niks is, kan ik hem meteen weer in de auto zetten. En ook het andere kleed naar beneden brengen. Dus ik denk, wauw, hij is vet mooi. Maar hij is niet rond. Dus ik heb blijkbaar een rechte gepakt. Ik dacht niet eens dat we ook een rechte hadden. Want ik had een ronde gepakt. Oh, het was heel veel werk om hem uit de verpakking te halen. Ik vind hem heel mooi. Echt heel mooi. Maar dit is dus ook weer te groot. Ja, schatje, hij is niet rond. Ik baal wel heel erg als ik eerlijk ben. Ik vind hem namelijk heel leuk. Maar... Oh... Ja, die ronde is ook kleiner. Nee, ik wil echt rond. Nu wil ik terug. Nee, dan moet ik maar morgen. Niet leuk. Nou, het is gewoon te groot. Ik wil niet dat hij helemaal tot daar loopt. En ik wil ook niet dat hij onder de bank vermoffeld zit. Ik wil gewoon dat hij rond is. Nou, qua kleur vind ik hem in ieder geval erg leuk. Oh, ik baal. Ik baal bol. Toch? Het is toch een mooie kleur. Niet leuk dit. Hij stinkt trouwens echt heel erg. Ja, ik vind het echt een mooie kleur. Ik kan hier zo erg van genieten. Oh, ik zie er een beetje raar uit, want ik heb mijn huid eraf gehad en mijn ogen nog niet. Ik ben lekker een beetje aan het aanrommelen. 2 lampjes opgehangen die ik wel zelf kan. Een beetje aan het opruimen.
Dan zit ik hier met deze vaatwasser in te ruimen. Hij zit lekker kiwi te eten op mijn schouder. Hij is zo blij. Altijd als iemand is geweest, vindt hij het dus heel erg leuk, volgens mij. Ik zat heet het op me en dan zet ik hem hier om kiwi te eten en lekker een beetje te douchen. Nu ga ik lekker de vaat aanzetten. Echt zo fijn met deze bol. Hey liefje, kom hier naar mij. Kom. Oh, sorry. En nu lekker tv kijken. Chillings. Het is lekker. Ik vind mijn hoekje hier er leuk uitzien ook. Maar het kleed komt er nog wel. Goedemorgen allemaal. Ik ben ziek. Ik wou net iets heel schattigs filmen. Van Bolly, maar hij viel gewoon weg. Het is best wel mooi weer vandaag. Dus ik denk dat ik heel even buiten ga wandelen. En daarna weer mijn bed in ga. Oké, okay, weet je, ik word echt niet beter van de alleen maar in bed zitten en thuis. Vliegeren. Dus ik word er echt gek van. Ik wil even naar buiten. Het is maar een kwartiertje rijden. Het ligt van de auto. Ik ga even het kleed omruilen bij de IKEA en bij de Quantum. Dat ga ik even doen. Ik heb mijn make-up opgedaan. Je ziet nog steeds. Maar ik hou er niet van om alleen maar thuis te zitten. En ik geloof er ook niet in dat ik daar beter van word. Dus ik ga dat even doen en dan ga ik daarna weer rusten. Zo, je vergeet dat als je binnen zit, maar het waait gewoon zo hard. Maar zodra ik dan buiten kom, moet ik meteen weer hoesten. Dus ik ga echt gewoon auto in, kleed omruilen. Dan weer auto in naar de IKEA. En dan weer naar huis. Maar ik geloof echt dat het goed is om er heel even uit te gaan. Dus. Maar die wind is echt niet normaal, joh. Oh, Charlotte. Ik ben zo boos. Maar ik voel me zo ziek, dus ik kan me er niet overheen zetten. Ik heb 55 minuten moeten wachten. 56 minuten. Ik had echt thuis moeten blijven. Toen was ik aan de beurt. Nou, gelukkig had ik ook het kleed om terug te brengen. Dus heb ik nog iets bereikt. Dus ik kom met het onderdeel aan. Ik zeg, ik heb per ongeluk eentje met pootjes in plaats van met wiens. Dus ik wil het graag omruilen. Ja, dan moeten we ook het andere deel van je pakket hebben. Want het is één ding. Ik zeg, het is een apart pakket. Ja, maar het heeft dezelfde barcode. Ik zeg, ja, maar dat hoef ik niet terug te brengen. Ik wil alleen een andere onderkant. Dus ik kan het gewoon omruilen voor een andere onderkant. Nou, dat mocht dus niet. Moest ik het dus helemaal opnieuw kopen. En die met wielen was dus duurder. 70 euro in plaats van 50 euro. En dan moet ik dus nog een keer terugkomen. Weer met dit onderdeel. En nog met het dingetje wat ik al helemaal aan mijn rugleuning heb gemonteerd. Dat moet ik dus helemaal gaan losmaken. En dat moet ik ook omruilen. Puur als formaliteit. Terwijl het letterlijk is wat ik hier heb liggen. Dus ik zeg, oké, dan kan ik toch deze terugbrengen. Nee, want die heeft een andere barcode. Want die hoort bij die met wielen. Maar ik zeg, het is exact dezelfde inhoud. En wat ik thuis heb liggen is ook al uit de verpakking. Ja, maakt niet uit. En toen moest ik echt iets van 20 minuten in de rij staan om dit nog eens af te rekenen. En ik ben weer flink aan het zeuren, maar ik word helemaal chagrijnig. Ik ga echt naar mijn bed. Ik voel me ziek en ik ben boos. Hallo. Ik voel me dus niet lekker, maar ik ben heel blij. Want dit bewijst me weer dat je niet meer gewoon moet denken. Ik laat het gewoon liggen. Nee, je moet gewoon doorgaan. Eindelijk heb ik mijn goede kleed. Dus ik ben wel blij. Hij stinkt dus heel erg. Denk die tafel even weg. Die moet nog weg. Staat super leuk toch? Perfect qua maat. Precies wat ik wilde eigenlijk. En het is ook niet heel erg als die salontafel niet helemaal in het midden staat, denk ik. Kijk, hij is echt heel mooi. Leuk hè? Super mooi. Net wat lichter dan de bank. Leuk toch? Niet te groot. Ik ben blij. En nu ga ik op de bank zitten en weer niks doen. Oké, jongens, het is 9 uur. Ik ga naar bed. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Dit is het einde van de week. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie volgende week weer.